Ik ben Sylvia Mostert, ik werk bij Waterschap Noorderzijlvest en ik ben daar omgevingsmanager. Ik ben Sander Dijk, ik werk bij Waterschap Hunzenaas, ik ben omgevingsmanager. Ik breng de belangen en wensen van het waterschap en haar omgeving in kaart, zodat we een veilige dijk kunnen maken waar iedereen voordeel bij heeft. Overleg vooraf en tijdens het project met overheden, organisaties, bewoners en eigenaren levert een beter project op waar iedereen achter kan staan en wat uiteindelijk meer waarde biedt voor de hele omgeving. Op dit moment werk ik aan het project om de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te verbeteren. We maken hem sterker, zodat hij klimaatbestendig, maar ook aardbevingsbestendig is. Maar we doen niet alleen dat. We zorgen ook voor voordelen voor de natuur, maar ook voor mensen op en langs de dijk, door bijvoorbeeld ruimte te maken voor een stadstrand. Ik werk nu aan het project om de Donnerdijk te versterken. Dat doen we niet met steen of asfalt. Maar we proberen met baggerslip uit Eems-Dollard een brede groene dijk te maken. Deze dijk vormt een betere overgang met het kwelderlandschap en biedt meer waarde voor de natuur. Uiteindelijk maken we een stevige en veilige dijk. En als deze test slaagt, gaan we kijken of dit concept over de hele Dollarddijk toegepast kan worden. Met mijn werk leg ik verbinding tussen het waterschap en mensen zoals jij. En ik ook.